Hi, goedemorgen. Nou, goedemiddag, want het is inmiddels, ik denk, 2 uur of zo. Ja, het is hier warm, dus ik heb even een soort truitje aan. Ik sta opgesloten in mijn slaapkamer, want ze zijn beneden. Ik zit opgesloten in mijn slaapkamer. Want ze zijn de hele beneden, sorry, ik nam net een slokje drinken. De hele benedenverdieping aan het plafond aan doen. Wij hebben 2 jaar geleden lekkage gehad. En dat is allemaal hersteld en gecorrigeerd en gedroogd en gedaan. En vanochtend hebben ze nog een stukje stuk hersteld. Wat ze niet goed hadden gerepareerd. En gisteren hebben we dus de woonkamer leeggehaald aan losse spullen allemaal. En vandaag en morgen, en nu hebben ze een soort, hebben ze de hele woonkamer afgeplakt. Ik kan er nergens meer bij. Ik kan tv kijken, maar niet op de bank zitten, zeg maar. De keuken is wel gewoon vrij. Er is dus niks te doen beneden. Tafels zijn afgeplakt, alles afgeplakt. Het is helemaal van plastic beneden. En morgen komen ze dan gewoon spuiten. En dan zijn de lekkageplekken weer weg. Dus, na 2 jaar, probleem eindelijk opgelost. Wat ik wilde doen, is een herfstlook maken. Toen ging ik zoeken naar wat is dan een herfstlook, zeg maar. En toen kwam ik bij een artikel in de Vogue, dat de grote modehuizen en zo, en deze herfst allemaal gaan voor een natureel look. Dan wel glossy, dan wel mat, maar een natureel look met een smoky eye en een rode lip. Dat vind ik een beetje heftig. Smoky eye gaat sowieso niet lukken, hè, als je oogleden zo ver overhangen. Ik doe het wel eens, maar het is niet heel makkelijk. Dus ik heb bedacht, ik ga wel een natureel look doen. Ik ga geen rode lip doen, maar ik ga wel proberen. Ik ga deze producten gebruiken van Kiko. Met nog wat andere, om een beetje te proberen een mooie look te maken. Hier ergens staat mijn... Nou, hier ergens niet, gewoon hier staat mijn everyday bakje. En daar halen we producten uit om ons op te gaan maken. Dit is van Catrice, de Smoother Plumping Primer Concentrate. En die doen we helemaal. Ik had wel al skincare opgedaan natuurlijk, want ja, het is al wat verder op de dag. Ik doe een beetje van look en... Wacht even hoor. Look Grip Primer, dat is een eye primer van Revolution. Zodat ik niet van die polka dot pores krijg. Dan heb ik als concealer de L'Oreal Age Perfect Concealer. En dan gaan we eigenlijk een beetje de rode vlekken bedekken. Ook een beetje onder de ogen. En een beetje boven de wenkbrauw. Oké, ik doe nooit mijn voorhoofd en mijn kin, want dat maakt je gezicht optisch langer. Daar ben ik niet naar op zoek. Dus Dennis, ze stonden volgens mij 7:15 al voor de deur. Voor het werk dat ze vandaag gingen doen. Dat is voor mij echt niet te doen. Dus Dennis is thuis. Tenminste, aan het werk, maar boven op zolder. En hij heeft natuurlijk ook Lulu mee naar zolder.
Nou, die vindt het allemaal reuze spannend. Die had volgens mij nog nooit eerder trap gelopen. Dus die vindt het echt helemaal... Ze is even op bed geweest. En, dat vind ik niet zo'n goed idee, want ze van haar nogal. Maar nou, heel eventjes maar. Kwam ze even gedag zeggen. Dit is de L'Oreal True Match Nude. Deze kennen we allemaal wel, toch? Omdat het een hele lichte dekking is, doen we dat even met een kwast. Volgens mij was ik een beetje te wild, want ik spetterde helemaal. Zo. Het is een lichte dekking, maar het gaat ook om au naturel, hè? Ik gebruik de Essence Brighten Up Poeder. En als je een zware oogschaduw doet, ik doe het ook altijd een beetje op mijn neus en... In die mondrimpels hier. Als je een zware oogmake-up gaat maken, dan kun je vaak beter eerst je ogen doen. Zo, dit is de Catrice Shine Control Longwear Poeder in Healthy Look. En dan doen we een heel klein beetje voor de shine, de Soft Glam Filter Poeder. Niet met zo'n puffje doen. Niet doen. Het is een hele mooie poeder, maar met een kwast. Geeft een hele mooie... Healthy glow aan je huid. Niet overdreven. Ik doe nog even mijn MAC. Nee, niet mijn MAC Fix. Mijn MAC More Fixing Spray. Om het allemaal een beetje in te blenden. En dan doen we even de waaier. Zo. Wat ik als eerste wil doen, is een lipstick. Dat is deze Vinyl, hoe heet dat? Superstay Vinyl Ink in de kleur 95. Dan kan die namelijk alvast even drogen.
Zo. De wenkbrauwen. Nog steeds mijn Catrice poeder en mijn schabloontje. Ik vind het ideaal. Ik gebruik de lichtste kleur. Klaar. Ik doe alleen staartje hoor. Zo. En dan de rest. Eigenlijk vind ik ze altijd iets te kort, dus dan neem ik zo'n klein penseeltje en dan heel klein beetje verlengen. Ja, heel klein beetje verlengen. Ik vind het gewoon mooier. Ik weet niet. Voor bronzer heb ik de Catrice Holiday Skin Bronzer en Bronze and Glow Palette. En dan kunnen we hier even een beetje kleur brengen. Zo, dan heb ik voor bronzer de NYX Sweet Cheeks Glow in de kleur So Taupe. Deze. Dat is een beetje een bruinige kleur. Maar dat past mijn inziens prima bij de herfstlook. Mijn highlighter van Essence, de Glow Make Me Glow highlighter. Ja, daar heb ik ook toch een kwastje voor. Ik krijg zo'n heel klein. Met je vingers is net zo makkelijk. Oké. Wat ik wil gaan doen. Even zien hoor. Ik moet even bedenken wat ik wil gaan doen. Ik ga de 11 bril. Ik ga de 11 No Budge Cream Eyeshadow nemen in Sand doen. Waarom wil ik niet blijven zitten bij mijn oren? En daarmee ga ik de crease een beetje voorzichtig
inkleuren. Dus het blijft een beetje een neutralere kleur, maar wel in de bruintinten, zeg maar. Wat ik dan doe, neem ik de lichtste van de Kiko. En dan neem ik een beetje van op mijn hand. Het is echt heel licht hoor. Even een kwastje. Ik neem een klein plat kwastje. En wat ik dan eigenlijk wil, is een soort cut crease maken. Nou, ik denk dat ik het gewoon hiermee doe. En dan even hiermee uitblenden. Ja. Ja, weet je wat het is? Je ziet de helft natuurlijk niet door mijn ogen. Het is niet zo netjes. Ik weet ook niet of het de bedoeling moest zijn dat het helemaal naar de buitenkant gaat. Dat is wel mooi. Doe ik nog een klein beetje van die elf eroverheen. Even voor de randjes. Ja. En wat ik dan eigenlijk het liefst wil, is deze eye tint. Nee, ik ga gewoon een poeder eroverheen doen, denk ik. Dan neem ik het Catrice Nude paletje voor. En dan even een pencil brush. En neem ik de lichtste shimmer kleur. Normaal doe je natuurlijk een cut crease maken met concealer. Maar ik dacht, ach, dat kan je toch ook wel met liquid eyeshadow doen. Doe ik nog even de wat donkere kleur erboven.
En ik hou van de ronde methode. Omdat ik een beetje een wat Aziatischer ooglid heb. En dan doen we die lichtbruine kleur. Ook beneden. Niet in één keer swipen. Tappen. Kijken of ik een heel klein wingetje nog kan maken. Ja. Zo. Een hele kleine liner. En dan doe ik even een mascaraatje op. En als finishing touch doe ik de lifter gloss op in de kleur 009. Niet dat dit niet mooi is, maar toch. Is een iets warmere lip. Dit is mijn herfstlook. Met herfstkleuren. En een iets dramatischer oog dan ik van mezelf gewend ben. Vind je hem leuk? Mijn herfstlook? Mijn eerste seizoensgebonden look, om het zo maar te noemen. De ogen zijn voor mij doen echt, echt heel erg opgemaakt. Maar wel met neutrale kleuren, dus niet heel erg. Vind ervan wat je wil. Ik vind het op zich wel een mooie look. Ik zou hier wel mee naar de supermarkt gaan. Het gezicht is gewoon een beetje naturel. Dit was hem. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Doei!